In Nieuw-Zeeland is natuurlijk heel veel te doen, maar ik heb misschien wel het tofste gedaan. Ik mocht namelijk langs bij twee boerderijen van Icebreaker. Hier worden merino schapen gefokt en van hun wol wordt de kleding van Icebreaker gemaakt. Hier zit ik in een terreinwagen met Jackie en Alistair, super aardig stel. En zij laten me hun farm zien. Overal groeit tijm, dus het ruikt echt mega lekker. Merino schapen lopen hier vrij rond, dus het is even zoeken, maar we vinden ze. En dan krijg ik meteen een toffe show van de herdershonden. De tweede boerderij is van Ross Ivy. Zijn familie runt de farm al sinds de jaren 50. En in de wolschuur vertelt hij alles over de kwaliteitseisen van Icebreaker. En dat zijn er veel. Wol wordt zelfs met de hand gecontroleerd. En als schapen zijn geschoren, dan gaan ze hier van de glijbaan. We krijgen ook nog een tour over het land van de Ivy's. En kijk nou even wat een uitzicht. Merino schapen van Icebreaker hebben niks te mekkeren.